Katelijne Bouwkamp nam vrijdag deel aan een debat in de molenplaats van het Arnhems Nieuwscafé met drie andere landelijke kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen. Pieter Pluijgers sprak met Katelijne Bouwkamp, kandidaat nummer 22 op de kandidatenlijst van GroenLinks voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hoe kun je als Arnhems raadslid GroenLinks landelijk voor Arnhem vertegenwoordigen? Ja, dat kan denk ik heel goed, omdat ik natuurlijk nu ook lokaal al actief ben binnen de gemeenteraad en heel erg goed kan zien wat de effecten zijn van landelijke wetgeving. Dat zijn natuurlijk de kaders waarin we als gemeenteraad werken. En dan zie je heel goed wat dat betekent in een stad. Dus dat betekent dat je ook heel goed weet hoe je dan die wetgeving zou moeten vormgeven om te zorgen dat de mensen die in steden en ergens anders wonen, daar zo goed mogelijk mee vooruit kunnen. Waarin verschilt GroenLinks van de andere partijen en wat voor kabinet zou GroenLinks willen zien? Ja, dan ga ik heel netjes Jesse Klaver herhalen. Die zegt we zouden graag een zo progressief mogelijk kabinet willen zien. En daarbij is denk ik de rol van GroenLinks heel belangrijk, omdat wij nu vinden dat het tijd is om echt te gaan verduurzamen. En om te zorgen dat de afspraken die wij internationaal maken, dat we zorgen dat die nu ook echt uitgevoerd gaan worden. En er is een paar dagen geleden door alle jongere organisaties van alle politieke partijen een manifest opgeschreven. Ik denk dat dat ook heel goed is om dat mee te nemen bij de formatieonderhandelingen. Wat is het verschil tussen jouw lokale GroenLinks en de landelijke GroenLinks? Ik hoop niet. Je werkt natuurlijk op een ander niveau. Je ziet als je lokaal in Arnhem werkt heel direct wat je doet en wat je verandert. Je hebt daar ook direct te maken met de mensen waar je iets voor hebt gedaan of mensen die juist niet blij zijn met iets wat je graag zou willen. Dus die afstand is veel dichterbij. Dat is als je naar Den Haag, als je in de Kamer zit, wat minder vanzelfsprekend. Ik zou het wel heel belangrijk vinden om die relatie wel zo te houden, zo direct. Omdat je daardoor altijd weet waarvoor je het doet, namelijk voor de mensen in Nederland. Is er genoeg bestuurservaring bij GroenLinks om staatssecretarissen en ministers te kunnen leveren? Ja, zeker. Zeker. Er zitten een paar mensen die los van of ze goede bestuurders zijn of niet, ik denk ook qua capaciteiten, ook mensen zijn. Je hebt natuurlijk een soort beeld van bestuurders als toch belanghebbers van de status quo. En ik denk dat wij zeker als GroenLinks heel erg een voorraad goede mensen hebben, die ook hebben we laten zien, dan wel als bestuurder, maar ook bijvoorbeeld als directeur, bestuurder of manager bij een maatschappelijke organisatie. Dat je ook echt dingen kan veranderen en dat je daarvoor ook een goede bestuurder bent. Wordt het Paars Plus met GroenLinks? Ik durf echt niet te zeggen. Ik ben ook echt heel erg benieuwd en ik denk met mij heel veel andere mensen wat uiteindelijk de verhoudingen gaan zijn. Er is nu nog heel weinig over te zeggen. Ik denk dat er ook wel veranderingen zijn nu die mensen ook niet per se hadden verwacht. En GroenLinks blijft stijgen in de peilingen. Dat is in ieder geval waar ik me nu op dit moment op richt. Omdat ik zie dat het gewoon heel goed gaat met mijn partij. En dat maakt mij heel positief voor de toekomst. Omdat ik weet dat daarmee ook straks de slagkracht van GroenLinks groter is. En we echt aan de slag kunnen om dingen socialer en duurzamer te maken. Wat dat uiteindelijk qua partijen, ik heb geen idee, ik kan niet in de toekomst kijken.